Tijd en eeuwigheid zijn zulke grote thema's waar je zo enorm in kan verdwalen. Dus ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat het iets persoonlijks wordt. En iets wordt wat ook over mij gaat of over ons of over nu. En niet alleen over alle tijd die er is, want dat kan ik helemaal niet aan. Ik ben eerst gaan kijken van wat is tijd, wat is eeuwigheid. Ik ben er omheen gaan lopen en erin gaan prikken en ik heb het zeg maar zo op mijn tafel gelegd. En toen dacht ik... Um... Ik wil eigenlijk een soort liefdesbrief schrijven aan de tijd. Dat eigenlijk tijd, dat je dat ook kunt beschrijven als alle herinneringen van iedereen. En toen dacht ik, ja, dat is een beeld wat ik niet zo letterlijk misschien kan gebruiken, maar wel wat de onderlaag kan zijn voor een gedicht over tijd en eeuwigheid.